VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Een voorbeschouwing op de seizoensouverture tegen Willem II. Verder iets nieuws, de top 3 van VVV. Maar we kijken eerst terug op de voorbereiding op het tweede seizoen Eredivisie. Zaterdag werd de oefenreeks afgesloten met een 2-0 overwinning op Volendam. Daarmee bleef VVV ongeslagen in de voorbereiding en dat voelt goed. Ik denk dat de resultaten van ons prima zijn. We hebben gewonnen van Twente, Bremen met een sterk elftal gelijk gespeeld. En Volendam hebben gewonnen, dus ja, de resultaten zijn goed. Wat zegt dat? Ja, dat zegt natuurlijk niks, maar het is in ieder geval lekker als je zo'n voorbereiding hebt gehad. Dan denk je toch wat vertrouwen en gewoon lekker om te winnen en voor in ieder geval niet te verliezen. En dan zal niet alles goed gaan en daar probeer je dan aan te werken. Maar het is lekker dat je die wedstrijden gewoon goed afsluit. We zijn ongeslagen gebleven, alleen dat vind ik nooit zo heel erg relevant in zo'n voorbereiding. Het is lekker, want dat geeft altijd, je wil nooit verliezen. Maar het belangrijkste is dat de jongens fit worden, wedstrijd fit worden, conditie opdoen. Dat het een team wordt, daar is de voorbereiding voor. Dus in het opzicht van ongeslagen blijven was het prima. We hebben ook een paar prima wedstrijden gespeeld. Alleen qua fit blijven en heel blijven, hebben we wel wat spelers af moeten haken. En dat is dan wel het enige smetje op de voorbereiding. Die geblesseerden komen we straks nog op terug. Stijn zag deze zomer belangrijke spelers als Tee van Krooi en Leemans vertrekken. Toch geven nieuwkomers als Susic, Samuelsen, Van Ooyen, God en Malapa hem vertrouwen voor de toekomst. Ik vind wel dat we goede vervangers hebben gevonden. Wel andere type spelers, dat wel. Maar goed, uiteindelijk is het dadelijk is de competitie is leidend. En je bent met Vito en Clint ben je veel doelpunten kwijt. Veel assist kwijt, maar ook veel agressie in de ploeg ben je kwijt. En positieve agressie. Dus ja, dat moeten die andere jongens op hun manier invullen. Dat zullen zij op hun eigen manier doen. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in dat die mannen dadelijk ook laten zien dat ze versterkingen zijn. Kijk, we hebben kwalitatief goede jongens teruggehaald. Alleen ik vind het altijd lastig om nu te zeggen of dat nou beter is dan vorig seizoen. Dat moet blijken. Kijk, je zou zeggen dat we niet allemaal een jaar verder zijn, omdat we al een jaar in de Eredivisie gespeeld hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat we daarin verder zijn. En dan moet blijken of we die nieuwe jongens zo in kunnen passen dat we daarin ook een stap hebben gemaakt. Ik denk dat wij, we hebben een sterke selectie. We moeten iets meer iets op elkaar ingespeeld raken. Ja, ik denk dat, dat wij wel gewoon een goede kans maken om erin te blijven. De groep is volgens Stijn en Valks nog niet compleet. Er wordt nog gezocht naar een rechtsbuiten en een linksback. Voor die laatste positie is de Duitser Axel Borgman momenteel op proef. Feit is dat Stijn het met een krappe selectie moet doen. Iets dat VVV eind vorig seizoen bijna opbrak. Ja, daarom zijn we op zoek naar nog twee spelers. En dan hebben we er denk ik 18 die wel heel dicht bij elkaar zitten. Dus, en in de breedte, maar ook in de kwaliteit van de breedte vond ik dat we iets moesten doen. Blijft het uiteindelijk toch zaak om iedereen heel te houden. Kijk, we wisten dat we qua begroting misschien maar één speler meer konden halen. Dat kan soms genoeg zijn, één speler. Dus ik hoop wel dat dat dit jaar genoeg is. En mocht dat niet zo zijn, dan zouden we tussentijds nog kunnen kijken of er nog wat mogelijk is. Je weet de situatie en het is lastig omdat je van buitenaf altijd hoort. Ja, meer spelers, te smalle selectie. Maar dat is nou eenmaal waar we mee moeten doen. En ik denk dat we dat vorig jaar hebben laten zien dat het kan. Alleen dat het wel gewoon echt aanpoot is. Daarbij beschikt VVV ook over enkele talentvolle jeugdspelers. Jongens als Evert Lindhorst en Jakuru Roemer vielen nadrukkelijk op in de voorbereiding. Dat is denk ik ook wel een tijd geleden dat we in de onder 19 4, 5, 6 talentvolle jongens hadden die eigenlijk ogenschijnlijk makkelijk meedoen bij het eerste elftal. En dat is een goede ontwikkeling. We gaan het eerste ook steeds meer betrekken bij de jeugd en andersom. Dus ook met speelwijze, met trainingsvormen, et cetera, et cetera. En die ziet nu die jongens doorkomen en die vallen niet buiten de boot. En dat is wel het belangrijkste, dat ze in ieder geval hun dingetje doen. En daar zit veel talent in ieder geval in de onder 19 dit jaar. Dus dat is wel goed om te zien, die kun je er altijd bij nemen.
Maar die jongens kunnen zeker nog wel wat betekenen voor het team dit seizoen, denk je? Nou, dit seizoen weet ik niet. Kijk, ze zullen er regelmatig zullen ze erbij komen. Kijk, als dadelijk iedereen compleet is, dan zullen zij gewoon weer aansluiten bij de onder 19. Maar dat we ze 1 of 2 keer in de week bij onze trainingen gaan gebruiken om ze daarin ook door te ontwikkelen, dat is wel, dat gaan we wel zeker doen. VVV start de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Willem II. In Tilburg gingen de Venlonaren vorig seizoen nog hard onderuit. Schaarbeweging, bal binnengehouden. Loopt door, komt hij dan hier? Nee, want hij wordt van de doellijn gehaald. En hij zit er nog steeds niet in en dan zit hij er uiteindelijk wel in. 3, Willem II is voorin. En ook Betsje, die zich bijna onsterfelijk had kunnen maken met een tweede. Maar dan moet hij die bal wel raken. En dan gaat die bal er alsnog in, omdat hij van richting wordt veranderd. Oenerstal even in de problemen gebracht. Bal kwijtgeraakt onderweg. Kijk boos naar de scheidsrechter en dan is het 3-0. Jeetje Mino, wat een streep. Ja, het was denk ik een van onze slechtste wedstrijden vorig seizoen. Ik deed toen niet mee. Ik zat toen op de tribune. En was erg zonde omdat het helemaal niet nodig was. Dat is gewoon echt een off day. En ik denk dat we daar nu met een hele andere instelling naartoe moeten. En, de eerste wedstrijd wil je altijd goed beginnen aan het seizoen. Dus ik denk dat we zeker uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Ik vind het niet zo interessant wat er vorig jaar is gebeurd daar zo. Het belangrijkste is dat we nu naar deze wedstrijd kijken. We willen goed voor de dag komen. De eerste wedstrijd is altijd... Dat geeft altijd gelijk een goed beeld, vind ik, van de competitie. Heb je vorig jaar gezien. Vorig jaar begonnen we met 2 overwinningen. Ja, dat geeft dan gelijk vertrouwen. En nu Willem II uit. Dat is traditioneel ook een lastige wedstrijd. Maar ik ga daar met heel veel vertrouwen naartoe. Lastig in te schatten, denk ik, waar Willem II op dit moment staat ten opzichte van jullie? Ja, dat is lastig. Zij missen ook wat mensen en zijn ook nog niet compleet. Maar zij hebben natuurlijk nog wel een aantal aardige spelers, ook met name van vorig jaar. Dus dat zal een behoorlijk zware pot worden daar. Ik verwacht van die wedstrijd dat wij zo lang in de wedstrijd blijven zitten, dat we sowieso geen tegengoals krijgen. En dat we daar sowieso een goaltje mee pakken. Met overwinning naar huis. Wie dat doelpunt moet gaan maken is nog de grote vraag. Stijn zei het al, in de voorbereiding moesten enkele spelers afhaken met blessures. Waaronder de complete aanvalslinie. Mlappa snel uitgeschakeld. Opoku van vorig jaar nog uitgeschakeld. Seuntje snel uitgeschakeld. Ja, en God die dan die positie innam en die sinds vorige week ook aan de kant is. En kans is groot dat we ze alle 4 niet hebben aanstaande zaterdag. Dus dat wisten we afgelopen zaterdag al. Dus we hebben daar wel op in kunnen spelen door de oefenwedstrijd tegen Volendam. De manier waarop we die hebben ingevuld vond ik prima. Maar dat is natuurlijk wel een aderlating. Dat is duidelijk. Omdat je met name ook in de power en in het scorend vermogen daarin wat mensen mist. Maar goed, aan de andere kant geeft dat ook weer mogelijkheden voor andere jongens. Volgens Stijn zijn de 4 aan zaterdag niet bij. Ook al deden Suntjes en Opoku deze week wel weer voor het eerst met de groep mee. We moeten afwachten hoe ze daar morgen op reageren. Maar vorige week hebben ze ook met de fysio behoorlijk gas gegeven. En konden ze daarna ook 4 dagen niks doen. Dus ik reken me niet rijk. Mochten ze erbij zijn, dan is het pure winst. Maar ik ga er alsnog vanuit dat het eigenlijk iets te vroeg is. En we richten ons op Ajax wat dat betreft. We sluiten de uitzending voortaan af met de top 3 van VVV. Wat zijn de mooiste wedstrijdmomenten van het seizoen? We beginnen met 3 momenten van trainer Maurie Stijn van vorig seizoen. Via Facebook kun je nu laten weten welke jij de mooiste vindt. Eerste moment is denk ik de uitoverwinning bij Twente met de goal van Vito. Dat was wel de eerste wedstrijd thuiswinnen van Sparta. Dan was iedereen nog van oké, dat kan gebeuren. Maar als je dan uit bij Twente... Eigenlijk een ijzersterke wedstrijd speelt en ook nog met Vito misschien wel een van de mooiste doelpunten van het afgelopen jaar maakt. VVV is daar niet in geïnteresseerd. Het wil controle houden op de wedstrijd en loeren op de momentjes zoals hier misschien via Van Kooi. Nou zeg, wat is dit voor moment? Dat is toch ongelooflijk. Maar wat ziet die bal er fraai in. Dat lijkt toch niet slecht, want het is gewoon 0-2. En het is Promes. Voor het eerst in de geschiedenis wint VVV in Enschede. Voor het eerst sinds 56-57 wint het in de Eredivisie de eerste 2 wedstrijden op rij.
tweede, en dat was denk ik, dat was wel het absolute hoogtepunt, was de wedstrijd tegen Feyenoord thuis. In het traditionele shirt waarin we 115 jaar bestaan. Volle bak, de kampioen van de Jupiler League tegen de landskampioen van de Eredivisie. Ja, en dan in een paar minuten van tijd met Leemans de wedstrijd naar je toe trekken. Dat was wel misschien wel de mooiste wedstrijd die ik hiermee heb gemaakt. Hij weet waar ze ze gaan nemen. Daar dus. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen. En VVV leidt. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leemans. Weer puntenverlies voor Feyenoord in de Eredivisie. En het derde moment is denk ik het moment waarop Jorik Hendricks de 2-2 maakte uit tegen Roda. Waardoor wij 3 wedstrijden voor het einde helemaal veilig waren. En dat was wel een spannend moment. Want we leken ons heel snel veilig te spelen. Maar Roda die had toch een behoorlijke opmars. En toen uiteindelijk die 2-2 binnenviel. En ik op de hotelkamer aan het kijken was op een laptopje. En uiteindelijk dan je telefoon roodgloeiend staat, maar met name de mensen om je heen, je staf, de directeur, Stan, de voorzitter, die allemaal bellen en die allemaal zo blij zijn. Hendricks, van heel ver, Hendricks! Die doet nog even een gooi naar een van de mooiste doelpunten van het seizoen bij PSV. Volgende week komt er een nieuw fragment bij en via Facebook kun je wekelijks laten weten welke jij de mooiste vindt. De wedstrijd Willem II VVV is zaterdag te volgen bij de radiocollega's van VVV Live. En de beelden zie je hier volgende week in VVV TV. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.